We hebben weer een leuke workout voor jullie bedacht. Ik ga straks starten met 5 oefeningen. Die doen we 2 rondjes. En daarna doet er weer een stukje HIIT training. Goedemorgen. Dus, als jullie er klaar voor zijn, laten we lekker beginnen. In ieder geval met een stukje opwarmen. Laten we beginnen met een beetje overknietjes. En daarna gaan we een stukje tuin springen. Het lichaam warm maken. Gaan zetten. Oké. Nou, dan gaan we straks starten met lunges. Start met 1 been voor. Je houdt die positie aan. Je komt een stukje omhoog en je zakt weer naar beneden. Dat gaan we ongeveer 45 seconden doen. En die laatste 10 seconden houden we de lunge vast. Doen we straks hetzelfde met het andere been. Na de lunges gaan we door naar een hoge plank. In die hoge plank breng je met je voeten wijd en weer bij elkaar. Na de hoge plank gaan we voor een oefening voor de rugspieren. Daarin gaan we op de buik liggen en brengen we de torso en de benen omhoog. Daarna. Ik doe de variatie waarbij je op de stoel blijft zitten en je arm ook. Yes. Daarna gaan we een buikspieroefening doen. Je ligt op je rug en je tikt je hielen aan. Als je thuis iets van een gewichtje hebt, heb je er dan alvast bij voor straks. Want we gaan straks afsluiten met een squat waarbij je gewicht omhoog duwt. Oké. Nou, dat zijn 5 oefeningen die jullie van mij krijgen vandaag. Als jullie er klaar voor zijn, gaan we starten met de lunges. Ik start met mijn linkerbeen voor. En dan gaan we. Omhoog. En zakken. Ben je wat minder mobiel? Hou je eventueel vast. Voor je balans. Zak wat minder diep. Kijk hoe die voor jou past. Oké. Dan hebben we over 5 seconden. 10 seconden die links vasthouden. Yes, gaan we. Hou hem vast. 10 seconden. Nog 5. 4. 3. 2. 1. Yes. Andere been voor. Gaan we weer zakken. Yes, let's go. Oké, over 5 seconden gaan we weer 10 seconden vasthouden. 3, 2, 1, hou vast. Zijn er bijna 3 seconden? 2, 1, yes. Goed, zijn we door in die hoge plank. We
de mijn met je benen uit en inspringt. Als je zegt dat is te gek voor mij, stap je alleen om zijn beurt uit. Wel in die hoge plank natuurlijk. Goed. Gaan we. 3, 2, 1. Let's go. Delft. 10 seconden nog. Voor je rug, breng je torso omhoog en je benen. En anders, als het lastig is om op de grond te liggen, neem je de variatie van de armen. Goed, gaan we starten. Yes, let's go. Een seconde nog. Drie, twee, één. Yes, dat was hem. Oké, ik ga switchen. Op de rug liggen. Laat je voet op de grond. We gaan straks onze beurt. Drie uur aantrekken. In vijf, vier, drie, twee, één. Komt u maar. En drie, twee, één, yes. Dan rustig omhoog. Pak je gewicht hierbij als je niet eventueel thuis hebt. Flesje water, mag ook. En dan straks voor die squat, zakken omhoog. Druk je handen en je gewichtje uit. Goed, gaan we op 5 seconden starten. 3, 2, 1, yes. Kom nog. Vijf. Drie. Twee. Eén. Yes, dat was hem. Goed, dat was rondje één. Neem even een slokje water als je het nodig hebt. Ik wel. Dan zal ik zelf het rondje nog een keer doen. Ademhalen.
Oké, over 10 seconden gaan we weer starten met die lunches. Zelfs als net, hou de positie vast. Alleen je zakken omhoog komen. Laatste 10 seconden houden we vast. Goed, gaan we. Tot u wel. Yes, laatste 10 seconden. Hou me vast. Drie, twee, één. Yes, volgende been voor. Zorg dat je sterk staat. Gaan we, let's go. Over 3 seconden gaan we vast houden. 2, 1. Yes, hou me vast. Zijn het helpt. Die is bom nog. Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. Oké, draai je om. Buikspieren weer. Kom net op je matje. Gaan we hier aan steken in 5, 4, 3, 2, 1. Kom maar. Yes, dat was hem. Goed, laatste.
de squats. Maak even veel gewichtje erbij als je die hebt. Best wel water. En zonnebellen natuurlijk ook. Oké, gaan we. In 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Deze komt er nog. Drie, twee, één. Dat was hem. En we hebben een stukje water. Maak je klaar voor de training. Hey, dank je Ilse. Meer dan warm. Lekker goed aangezet. Volgende setje wat we gaan doen is een zogenaamde HIIT training. 4 oefeningen om mee te beginnen. Ik wil eigenlijk 2 rondjes daar meteen mee maken. Frequentie is 20 seconden training, 10 seconden rust. En die rust is eigenlijk ook nodig om van de ene naar de andere oefening te gaan, te bewegen. Ik doe zelf allemaal even voor. De eerste oefening is eentje bij op je rug liggen. Benen in de rug houdt, hier in je handen. Even voorbij je billen leg. Omhoog zet en een beetje indraait. Dus je duwt je benen de lucht in en je draait een beetje omhoog. Als een soort ja, krukken draaien. Zo zoek je links in, terug, rechts in, terug. Zo blijf je dus draaien boven in de lucht. Oefening 2 is eigenlijk een variatie op een jumping jack. Jumping jack kennen jullie allemaal nu, na een paar maanden quarantaine. Zeker. En dus wat ik wil doen is een star jump, waarbij je vanuit de positie de lucht in gaat en springt. Dus 1, 2, 3, al zijn het die. Variatie daarin op, die Ilse gaat doen, eventueel of de normale jumping jack, of het om 1 been uit, andere been uit. Blijf je op de grond staan, hoef je niet te springen, hou je wel je hartslag wat hoger. Oefening daarna is een rol achterwaarts, achterwaartse burpee, als volgt. Dus je rolt achterover, komt in omhoog, spring de lucht in. Achterover en de lucht in. Variatie daarop is eigenlijk gaan zitten en letterlijk weer opstaan. Ook weer blijven herhalen. Oefening daarna, zet je even van de zijkant voor. Je begint eigenlijk hoog, je gaat met je handen naar je tenen. Nou, dan maak je een squat, handen in de lucht en weer omhoog. Even kijken, zo. Zo. Knietjes, handen hoog en de lucht in. Variatie erop is eigenlijk gewoon iets wat langzamer doen. En misschien wat minder ver gaan dan misschien helemaal naar je tenen toe. Maar probeer het wel. Zodanig trek je wel weer op. Mooi flexibeler. Dus eerst deze 4 oefeningen. 2 rondjes. We doen dus nogmaals een setje van 20 seconden werk. 10 seconden wissel. Eerst eens op de rug. Dus ga vast liggen op je rug. Ga vast beginnen. Zet ik een timertje hier aan. Right. Ben je klaar? Ga liggen. Handen rust voor mij binnen. Benen in de lucht. Bovenin draaien ze omhoog. Let's go. En hamersje. Ja. 10 seconden. Rustig maar. Niet snel al. Goed, we gaan door naar de start jumps. Of de jumping jack variatie. Let's go. Trek hem niet op. Slaan de airco eruit. Over de helft. Yes. Deze. Oké, gaan we door. Achterwaartse burpee. Rol achterover. Spring in de lucht. Over 3, 2, 1. Ho.
Oké, volgende wordt de squat. Toe, touch. Ga naar beneden. Tenen aanraken. En omhoog. Hup, en jop. Naar beneden. Squat, handen in de lucht. En omhoog. Deze even bijkomen. Yes, awesome. Beetje rust. Gaan we gelijk door. Ga vast liggen op je rug. 2, 1. Yep. Dus boven in de rug. Draaien. Je benen om. Schiet ze naar het plafond. Yes. Dus deze, volgende wordt die start jumps of de jumping jacks. Doe wat gaat. 3, 2, 1, yup. Right, volgende wordt de achterwaartse burpee. Rol achterover. Spring in de lucht. 3, 2, 1. Oké, door naar de squat toe. Handen in de lucht. Bij tenen. Let's go. In het squat, handen in de lucht en omhoog. Handen in de tenen. In het squat, handen in de lucht en boven. Yes, alright. Dat was deze. Doe nog even 5 setje, dus iets langer. Ik zei mijn afwassen. 30 seconden werken, 5 seconden rust. Ga sneller door, blijf langer aan de gang. En als 5e oefening, de laatste. Doe straks afsluitend. Eentje waarbij hoog laag. Vanuit je plank gaat lopen. Als je bovenin bent, 1, 2, 3, 4 schoudertappies. Daarna hoog laag. Variatie daarin kan zijn, gooi je plank vasthouden in laag of in hoog. Als het lukt, maak je die wissel. Ja. Ja, de eerste 10 seconden. Yes. Ja, prep. Ja, sorry. Nee, seconden krijg je. Oké, komt-ie. Zetjes van 30 seconden. Begin het op je rug. Benen in de lucht. 2, 1, ja. Galop, aanschrijven, knallen van het weekend. Lekker uit je kompjes dan, kom op. 10 seconden. Yes. Oké, okay, gaan we door in die jumpies. Start jumpies, jump squats, wat je wil. Jumping jacks, sorry. Let's go. Even een touwtje springen. Bijna. Yes. Alright. Achteraan zijn burpee roll. 2, 1, ja. Deze gaan we van het weekend voelen. Of misschien nu al.
Yes. Oké, okay. Gaan we die squat. Rustig aan. Let's go. En hoog. Hang voorover. Raak je tenen. Diep squat. Handen in de lucht. Oké, maar 5 seconden. Yes. Gaan we door die plank. Hoog plank. Up, down. 4 schoudertikkies. Let's go. 4 keer. 1, 2, 3, 4. En naar beneden boven. Halverwege. Yes. Lekker mensen. Goed gewerkt. Ik ben in ieder geval aan het zweten. Ik ook. Neem aan jullie thuis ook. Lekker gewerkt. Goed begin van je week. Sorry, het weekend. Wie weet, alweer het nieuwe begin van de week. Een klein beetje. Lekker een beetje inademen diep. In diep door je neus. Twee, drie keer uit je mond. Ga niet helemaal stilstaan. Niet stilzitten met je hoge hartslag. Even een beetje doelloos wandelen op je huiskamer. Diep in. Find out. Thank you. Zo, alright. Een klein beetje stretchen. Beetje spieren wat te verlengen naar krachtexplosies. Vandaag natuurlijk wat meer cardio geknald. Stem staat erover, wat meer cardio. Als eerste strek, rek. Pak je neus even je arm, achter je rug. Even heel kort, tricep. Een beetje strekken, gewoon een beetje verlengen. Ik heb niet zoveel mee gedaan, komt wel een beetje mee. En weer zo. Borsten naar voren, rechtop staan altijd. Hey. Hey. Volgende zetje maak je handen even achter je. In elkaar verleggen je vingers. Hier een klein beetje naar voren. Hop. Hoeft niet heel ver. En ga met je handen naar boven totdat je denkt, dit is wel genoeg. Doe het niet alleen. Maar erom dat je die stretch stelt een beetje opzoekt. Als het wil, ga ik naar voren wel erg leuk in. Benen recht gestrekt houden. Dan kun je meteen je benen mee. Hey. Okay, volgende stretch is eentje waar je misschien ook een object kan pakken als je een balans niet hebt. Als het lukt, pak je voet vast en je andere hand zo hoog mogelijk in de lucht. Dus maak je lang, recht. Strek je uit. Zodat mijn benen in ieder geval niet mijn knieën vooraan overdreven, maar echt recht naar beneden wijst. Eén lijn recht naar beneden, gelijk aan mijn andere bovenbeen. Hey. Right, weer zo. Pak maar op die andere vies. Maak je heel lang. Focus op één punt met je blik. En dan ben je mij op straat. Kan je soms een klein beetje inveren. Je balans te bewaren. Ten opzichte van een kaasrechtbeen. Dat is moeilijker. Hey. Beetje los. Okay. Volgende eentje waar je helemaal lang uitstrekt. Dat je één kant een beetje inhangt. Het gaat om deze plank. Die voel je snel genoeg. Je ziet veel mensen vaak hier hangen. Echt niet nodig. Heel kort, je voelt hem al. Dan vast één kant, blijf ademen, diep in uit. Zo, de andere kant in. Hey, beetje los. Okay, vervolgens ga je even naar de grond. Met je benen. Kruis je over die andere heen. Dat hij gekruist is, het been. Die trek je een klein beetje naar je toe. Dat kun je zien vanaf de zijkant. Trek een beetje naar je toe. Met je hamstrings. Als het goed is. Hey, hey, wissel.
Pak je been vast. Trek een beetje naar je borstbeen. Hoe ver het gaat. En ook daar weer. Zoek je rek op. Ga er niet doorheen. Blijf ademen. Diep en uit. Vooral als je uitademt, kan het ietsje verder soms komen in je rek. En blijf voorzichtig. Rustig los. Rustig omhoog, niet te snel. Hier nog een klein beetje je armen een beetje losdraaien. Dat we in het begin een beetje deden. Grote cirkeltjes naar voren, langzamer gestrekt. Even naar achter. Grote cirkels. En dan pak hem wat kort. Kleine cirkeltjes. En binnen achter. Kleine cirkels. Alright. Alles wat losser. En wat natter. Ik wel. Alright. Thanks voor je inzet vanavond weer. Morgenochtend om 10 uur. Sylvia, Pilates, yoga, rekken en strekken. Hoe je het wil noemen. Het is in ieder geval nog flexibeler worden dan je al bent. Dus daar het puntje die je nog kan zetten. En het is vooral lekker na. Misschien een training zoals ons, waar je een beetje hard het knallen bent geweest. In ieder geval meer de rust neemt. En eventjes lekker in de mindfulness gaat zitten. Komt heel goed. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Dankjewel namens Ilse. En mijzelf, het Alkmaar. En dan wens ik je een goed weekend. Hoi. Wauw, bizar, hoor. Wel goede training van je. Kijk hoor.